Hello, hello. I'm looking for my wife! Nou, begin maar. Ik ben er klaar mee. In 3, 2, 1. Ja, een bijzondere uitzending, kan ik nu al zeggen. Hier volgt een mededeling. Namens mijn goede amies Floris heb ik jullie te mededelen dat de aangifte nooit is gedaan. Derhalve hoeft die ook niet ingetrokken te worden. Maar ongeveer 2 weken lang heb ik het 3000 keer vernomen op allerlei media en allemaal toestanden van mijn broer Floris, die niet meer naar buiten kan. Dus ik, Boris, de broer van Floris, neem dat nu over. En ik heb toch maar een trui aangetrokken met trek die aangifte in. Koop die trui, gooi hem om je lijf heen en hou op met dat gelul, want er is geen aangifte. Er is geen aangifte tegen Jan en niet tegen Dennis. En we hebben nooit een probleem gehad. Oh nee, je mag niet weer zeggen, want ik ben natuurlijk de broer, dat klopt. Dus, nou, en nu kunnen jullie verder met de show. Ja? Was dit waar je zo op hebt voorbereid? Nee, ik heb alles niet voorbereid. Jij zegt, ik kom met een heel statement. Ik kom met een pleidooi. Ze komen er niet achter dat ik Floris ben, en masker en... En heel verhaal en dit was het. Dit was het? Ja. Jezus. Nou ja, goed, dames en heren, jongens en meisjes, vandaag de gast bij ons. Ja, we houden hem op. Boris. Boris, de broer van... Het is eigenlijk helemaal niet leuk gedaan, moet overnieuw. Oh. Ja, dag. De tweede keer wordt nog minder. Ja, het was... Ja, ik krijg het zo warm, ik kan niet meer. Het is Floris zelf! Hey! Floris! Bedankt voor jullie enthousiasme. Deze hele act is helemaal niet goed gegaan, Jan. Nee, maar... Hij is helemaal mislukt. Wil je het opnieuw doen? Alles zit los, zeker nu. Wat zit er los? Wat heb je dan aan je lip? Wat heb je dan, vraag ik. Floris Weijers... Die wilde heel graag toch terugkomen om... Totaal niet! Maar je moet je terugkomen, dat heeft hij gevraagd. Sorry hoor, je hebt een soort Beyoncé-lijst met eisen neergelegd. Van blauwe M&M's tot een masker, tot truien, tot rosé met ijsklontjes. Het liegen begint nu alweer. Wat is hier niet van waar? Wat is hier waar? Blauwe M&M's, begin het dan mee. Ja. Maar ik wou een rozeetje hebben met ijs, dat duur heb je gedaan. Duur rosé. Dat is niet gelukt. Een Provence is niet gelukt. Je hebt een masker gehaald. Nou ja, die act is mislukt, want het is een soort clown. Dus ik kan maar half doen wat ik van plan was. Wat was je van plan dan? Ja, wat was je van plan? Maar het belangrijkste is natuurlijk... Wat was je nou eigenlijk van plan? Ik moet überhaupt een act doen, omdat jij gewoon tegen mijn medepresentator doodsbedreigingen doet. Ja, dat moet je gewoon niet doen. Ja, en dan... Nee, jij bent niet aan de beurt nog. Oh. Dan... Zeg ik, als je een doodsbedreiging doet, dan ga ik aangifte doen. Ik wil nog heel even terug naar dit fragment. Wat een paardenlul, zeg. Ik vind het verschrikkelijk. Wat een paardenlul. Ja. Denk je na 5 minuten van kan die man uit. Waar wil je zien? Les. Dat mag je. Nou, dat gaat toch wel weer heel ver. Nee, ja, maar dat is een type waarvan ik denk, als dat dan per ongeluk collateral damage is bij een afrekening in Amsterdam Oud-Zuid, dan is dat maar zo. Denk je dat goed? Kijk, dat is dus alsnog. Even een zetje naar Arjen. Ik respecteer Floris. Ik piep het weg. En dan het toch nog een keer doen. Dat is, vind ik ook totaal zonder enig respect naar mijn collega Leslie. Maar blijkbaar is het leuk en humor. Ik vind het vervelend, man. Maar dat hij in een afrekening in Zuid, als hij daar van de vloer geblazen wordt, vind jij het wel oké? Okay. Ik denk dat bij Leslie... Dat vind ik weer niet oké. Okay. De spiegels, allemaal een beetje, laten we zo zeggen, dat er allemaal wat vlekken op zitten. Bij Leslie. Want Leslie vindt zichzelf wel een hele lekkere bink. Ja, zei hij tegen mij, ik ga 100.000% aangifte doen als dit zo wordt uitgezonden. Dus toen heb ik gezegd, Floris gaat aangifte doen. Nou, dat heb je precies gezegd, Maar waarom heb je dat Als je dat zo uitzet, die hebben het weggepiept. Ja, maar dit was ook niet goed. Nou, dat is dan weer de halve tussenweg, hè. Dus ik heb dus geen aangifte gedaan. Dus je hebt ons wat wil je horen, dat ik deze trui voor niks heb gemaakt. Maar of Jan, hè. Jan heeft het laten maken, dat wordt hartstikke leuk. Misschien wordt het wel wat. Vind je het wat? Zou je hem zelf dragen eigenlijk, Jan? Jan of longontsteking. Ah ja, goed. Floris, wat ontzettend fijn dat je er weer bent. En dan hebben we alles weer opgelost. Ja, we zijn weer vrienden. Misschien kunnen we een groepshug. Oh, dat is leuk. Nou ja, niet te dicht bij mijn mond. Wat is met je mond dan?
Hou op, Jan. Hou op. Wat is er dan? Oeh. Mogen we zo. Oh, nee. Ik ga zo eens even van trui wisselen, denk ik. Want dit verhuile aangiftverhaal kennen we nu wel. Maar jullie hebben tegenwoordig Jan en Dennis doen dingen. Nou, ik heb nog nooit zoiets ergens gezien. Dat begon met hengelen. Leuk. Met een of andere mof erbij. Die was alleen maar ben ik in beeld. Ik spring naakt het zwembad in. En die zag er niet uit, die man. Dat ja, die man die deed werkelijk alles eraan om in beeld te komen. Ja. Daar heb jij een hekel aan, heb ik gehoord. Is die overleden? Heb ik genomen toch nee, al? Een jaar geleden al. Ik denk dat als die Duitser zegt van ik kom nooit meer terug. Dan die er nee, week erop dat ik niet. Zit. Nee, precies. Maar dan doe jij niet doen. Maar de week daarna heb jij volgens mij zondag kwam het online of maandag ga jij twerken in een legging. Nou, ik heb er nooit zoiets ja, bazaals gezien. Je was niet onder de indruk? Nee. Ook niet van jou, maar dat Jan daar gaat twerken. Jan en Dennis doen dingen. Zo. Ja. Dat is toch nee, niet. Ja, nee. Het is niet zo chic als les. Ik zeg, I'm looking for my wife. Het is niet zo chic als les met Funda Fun. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dat is zeker waar. En dan over de vlek op de bank te praten wat daar is gebeurd. Nee, dat is pure luxe. Nou ja, ik heb dus één keer een filmpje gezien met die verschrikkelijke les. Wat een verschrikkelijk vent is dat. Nee? Ja. De conclusie is eigenlijk, Jan wil eigenlijk zeggen dat hij hoort dat les nog lang oud en gelukkig mag worden. Ja, zeker. Laten we daarop drinken. Ja. Hartstikke idee. En, santé, proost. En stel op ieder zijn geluk. Er gebeurt onverhoopt toch wat in Amsterdam Oud-Zuid en les komt daar helaas bij om. Ja, dat zou ik verschrikkelijk vinden. Maar wel ironisch. Dan ben je in ieder geval wel als een vlag in de wind gedraaid, gelukkig. Maar mooi. Maar bedankt gaan we hiervoor. Even over en nu gaan we met de uitzending. We gaan over Jan en Dennis doen dingen. Nog één boodschap. Daar houden jullie mee op, gelukkig. Dat ja, klopt. Ja. Ja. God, thank God, echt. Hoe weet je dat? Nou, het was heel slecht gefilmd. Het geluid was nog slechter. En de onderwerpen waren nog slechter. De eerste twee dingen kunnen we niet zoveel aan doen. De laatste, ja, ik vind het persoonlijk heel leuk. Ja, maar het scoort beter dan mijn filmpjes, geef ik toe hoor. Dus. Als je een kwartier een zwavelput filmt. Ja, ik dacht wel, daar blijft hij. En hij ramt hem erin in één keer. Ja, nou, hartstikke leuk toch. Maar ik vind het wel leuk dat je de effort, de poging doet tot een nieuw programma. Ja, dat is bij gewoon mislukt. Ja, het is gewoon jammer. Het is niet helemaal mislukt. Wil ik wat vertellen? De donateurs die krijgen de uitzending nog wel. We hebben er nog vier gaan. Wat is het? Paardrijden. We gaan vloggen met jouw kontkameraad Gio. En nog twee andere dingen. Nog twee andere dingen en, die we niet meer weten. Want het is zo tering gelopen. Het is namelijk 6 jaar geleden opgenomen. Dat is wel een beetje waar. Het gaat wel naar de donateurs. En we kunnen die ook goed gebruiken. Want... ja, we zitten in verval, Floris. Dat heb ik gezien. De cijfers gaan drastisch achteruit. Ik ben benieuwd of het morgen weer hoerig omhoog gaat. Ja, omdat jij erbij bent met de maskershow. Ja. Maar goed, wilt u ons dus steunen en wilt u Jan en Dennis doen dingen blijven ontvangen en de extra uitzending, word dan lid op roddelpraat.backme.org. En als ik ben u al lid. Deze week lid wordt voor roddelpraat.backme.org, krijgt u deze trui erbij cadeau. Ja. Persoonlijk gesigneerd en, door my wife. Nee, maar het is letterlijk deze, hè? Oh, letterlijk deze. Ja, met het zweet van mij erin. Ja, ja. Oké. Okay. Okay. Wil jij ook de extra ontvangen en de laatste vier Jan en Dennis doen dingen? Word donateur op Jan en Dennis doen dingen. Nee, natuurlijk niet. Rollenpraat.backme.org. Rollenpraat.backme.org. Dan krijg je dus de extra op donderdag hoepdevloep in je doosje gegooid. En je krijgt de aankomende vier uitzendingen. Op zondag nog een extra mail. Ja, en Jan, appetee. Onder andere geitenyoga hoor ik. Geitenyoga. Het is wel heel smerig klinkt dat dan. Ja, dan moet je misschien toch gaan kijken. En onder de donateurs verloten we dus ook deze trui. Eén iemand die krijgt de door Floris gedragen. I'm looking for my wife. Of trek die aangifte terug. Trui. Ja. Trek die aangifte in, staat er toch? Ja. Wil je die tekenen? Met een handtekening? Nee, ik laat het my wife tekenen. Nou, die ja, die is er helemaal die bestaat die niet. Heb jij niet? Wat weet jij nou van mij? Wife. Begin dat nou weer. Heb jij eigenlijk een wife? Ja. Nou, laat er eens even zien. Nou, laten we dus even een dingetje kamer. Daar woon ik ook mee samen, bijvoorbeeld. Oh, ja. Nou. Al best wel heel wat jaar. Je bent een soort halve prins de Liak. En dan moeten wij op zoek naar jou en naar je vrouw. Hou dat alsjeblieft op. Dat is echt een soepplaatje. Goed zo, ja. Nou, begint dit nou weer. Dan rolt weer van Hilton Tokyo. En goed, roddelpraat.backme.org dus. De extra uitzending deze week met Floris. Maar dus ook de komende vier weken op zondag. Jan en Dennis doen dingen. Jan vond het leuk. Ik schaamde me ervoor. En ook jij gaf negatief advies om het nog... Vreselijk. Ook, ja, regel je uit te zenden. Andere dingetje. Ik had een ziek in bed. Niet dat jullie... enige fruitmantel gestuurd hebben. Ja, precies.
En toen kwam er weer een filmpje van jou naar boven. Dit moet je even uitleggen. Dat was die avond dat ik met Johan Pieters. Maar wat gebeurde daar in godsnaam? Kijk, we hebben wel eens filmpjes gezien dat je... Nou ja. We gaan niet vervelend doen. Maar we hebben wel eens gezien dat je gewoon met hetzelfde geslacht een kusje uitdeelde. We hebben ook wel eens gezien dat je met een barman een potje Frans hebt getongworsteld. Helemaal geen enkel punt. Maar hier gebeurde iets dat ik... Kijk, normaal zou ik zeggen, ja, als ik weer een filmpje krijg, Dennis staat te zoenen met een man. Denk ik, ja, dat kennen we allemaal wel. Maar hier gebeurde iets vreemds. Wat gebeurde hier? Wil je het zien? Ja. Misschien heb jij dat niet gezien, Floris. Kijk. Kijk, is dit een juridische man? Nee. Kijk, wat gebeurt hier? Filmt dit. Hij gaat rimmen nu. Kijk, hij gaat naar beneden en dan komt. Kijk. Nee. Dit is gewoon live rimmen, Jan. Nou ja, is dit hier in de adviseur? Nee. Dit is een van onze beste tipgevers. Ja, die man is een tipgever van ons. De juridische adviseur heeft dit gefilmd. En op dit filmpje ziet u gewoon dat ik aan het dansen ben met een goede vriend van mij. Ja, dit is gewoon een soort van Twentse dans. Een Twentse dans? Dit is een dans. De rimram. De rimram, ja. De rimram, ja. Die vind ik ook heel erg. De bil een beetje open. Ik heb nog nooit behoefte gehad, maar ja, misschien ben ik gewoon een beetje saai man, om met mijn gezicht via een zweterige rug zo richting poepgaatje te gaan. Maar wie weet is de rimram gewoon een Twentse traditie. Dennis kan even op de stoel gestaan, dat deed hij net ook al. Het was wel de goede hoogte eventueel. Mocht je een keer je willen verdiepen in dat gebied daar. Nou, Floris, ik kan nog wel heel even terugspoelen wat er net gebeurde toen hij inderdaad op je stoel stopt. Ja. Dus toen jij steek je piemel nog in mijn mond. Ja. Dat zei je. En... Dat zei ik helemaal niet. Nou, ja, ik stond hier net om te kijken. Nee, jullie verdraaien het weer. Maar oké, jullie verdraaien al het, prima. Ja. Kom maar, gaan we staan dan. Ja? Krijgen we nu live mensen eindelijk. Komt u maar, hè? Nou, gek misschien. Ja, nou, jij even rimmen, dan draait hij zich even om. Wat doe je nou raar? Ja, alsof je hier... Alsof je niet definitief van YouTube verwijderd wilt worden. Nou, dan maar van YouTube af. En nu, stop naar beneden. Als jij hem nu live in je mond neemt, dan stoppen we met het programma. Maar dat was wel op ons hoogtepunt. En dan heb ik herpes. Dan ben je zeker een hoogtepunt, ja. En dan heb ik nou ook zeker herpes aan de lul, of niet? Kortlip is herpes. Ja. Ik heb gezegd dat ik weg zou gaan. Dat is je flauw. Dat is je kinderachtig. Dat was maar een grapje. Ik wil één ding niet bespreken. Ja. En dan doet het wel. Floris. Dus je bent totaal onbetrouwbaar. Ja, zo is het leven. Goed, we gaan naar Jamie Vaas. Want Jamie Vaas ligt onder vuur. Nadat natuurlijk is uitgekomen dat zij heel lang even zweeg. Dat ze helemaal niet met haar hoofd tussen het autopartier zat. Toen. Beruchte filmpje kwam natuurlijk uit. Is dat ook niet in Amsterdam? Ja, dat weet ik veel. Ja, dat was ook maar het is wel een enorm zaadverhaal natuurlijk dit. Hè? Dat het dan weer niet in het hoofd is. En dat gaat dan 3 maanden later via jullie vriendin Yvonne. Gaat ze dat weer... Oh, echt werkelijk. Dit is, Want die was dus bij Robert Rodenburg. Ja, bij Glimworpie. Met doorgestoken kaart. Ja, absoluut. Het was echt nieuws wat helemaal nieuw was echt. Bij hem. Mogen we alsjeblieft dat verhaal nu eventjes introduceren? Ja, dat is grappig toch, wat ik zeg? Nou, veel tegen. Beetje. Maar goed, inderdaad, naar buiten kwam onlangs in het onderzoek van het OM dat zij ineens niet met haar hoofd tussen de auto's zat. Toen was er ineens veel kritiek op Jamie, want ja, dat verhaal heeft wel heel lang rondgegaan. Ja, dat heeft ze ook nooit tegengesproken. Nee, dat heeft ze nooit tegengesproken. Ik vond het een raar verhaal. Ik zal je even vertellen, ik heb dat hele interview gekeken. Ik was niet van plan, het duurde 1,5 uur. Maar laten we eventjes... Zij zegt daar dingen die allemaal niet kloppen. Maar wat ik zo raar vind, de glimworm, hè. Kijk, als jij in je hele leven gewoon een kritiekloos geïnterviewd wil worden... Ja, dan moet je of een huis kopen bij les. Nee, maar dan moet je naar glimworm. Mooie introductie, hier de beelden. Jamie, welkom. Dankjewel. We zitten in de open kaart setting, maar we gaan het vandaag even iets anders doen. Want jij belde mij van de week met de vraag of je... verhaal mocht doen bij mij. Ja, vrienden. We hebben van tevoren even kort over gehad. Je zei, ik ga eerlijk zijn, ik ga open zijn. Eerlijk zijn, mag me alles. Maar zeg maar, op het moment als er dan wat ernstigs is gebeurd en je wil dan een interview bij iemand die bevriend is en je hebt het voorgesproken, dan is toch het hele concept van interview weg. Nou, en het rare is natuurlijk dat hij dus zegt, ja, we hebben het even kort met elkaar besproken.
Terwijl ze bevriend met elkaar zijn. Die wist natuurlijk vanaf al heel lang dat Jorkje dat paard in elkaar sloeg. Dat je open en bloot. Wil je wat zeggen? Nee, ik mag niks meer zeggen van Jan. Dus nee, ja. Ik zit hier nu nog maar alleen maar een uur lang voor Jan lul. Nee, maar zij zegt... Voor Jan lul. Maar ja. Zij zegt... Hij zegt dus, godverdomme mag ik even... Komt er niet meer uit. Welkom bij het interview. Jij gaat hier eerlijk en open zijn, terwijl ze dus liegt. Ik ben het helemaal met je eens in dit geval. Ja, dankjewel. Fijn. Deze schattige jongen wil natuurlijk gewoon views hebben. Die mensen kennen elkaar al jaren. Dus het is echt eenmaal idiotie. Zij komt voor de 30ste keer die week als een helemaal exclusief interview. Nou, we hadden het al 3 keer via onze Yvonne gehoord. En het is allemaal gelul van de Hollandse plan. Ik snap niet waarom zij niet koos. Ik vind het helemaal non-informatie dit. Hoe vaak is die film bekeken? Verhaal 400.000. Om een house tour te doen bij jou. Waarom ging jij niet naar haar huis op Ibiza voor een house tour? Dat zie je. Nou, Jamie, bij deze. Ik kom langs als je het toelaat. En doe alle deuren dicht, zou ik zeggen. Want? Want? Nou, dan kopt ze misschien tussen. Jezus, snap je niet? Die grap snap je niet? Ja, ik vind hem wel recht leuk. Ja, nee. Het is de eerste keer dat Jan moet lachen, geloof ik. Ja, nee, maar het was echt een leuke mop. Dit was echt een leuk grapje. Nee, maar ja, ik dacht dat je weer een soort van... Ik ben een hetero grapje maken. Ik hoop dat je het heel laat. Ja, ja. Maar Jan, ik doe alle deuren dicht. Het gaat nog heel even verder. We zijn nog bij de introductie waarom zij bij Robert zit. Ja. Vragen. Wat is je doel voornamelijk met dit interview? Het is je doel met het interview? Ja, toen ik jou eigenlijk belde, zat ik... wel hoog in mijn stressmoment. Ja. Jezus, wat een gehoor. En ik heb daar natuurlijk al langere tijd over nagedacht. Joh, is het goed om misschien wat meer duidelijkheid en openheid te geven over de situatie? In ieder geval wat genuanceerder, zoals die nu is. Ja, dat heb ik altijd een beetje afgehouden, omdat ik dacht van... ja, wat gaat men er toch van vinden? En ze vinden overal wat van. Alleen nu op dit moment merk ik dat ik in een hoek word geplaatst... waar ik absoluut niet in thuis hoor... En het voelt gewoon niet meer goed om mijn mond te houden. Ja, dus eigenlijk zegt ze heel erg kort. Hè. Op het begin was iedereen mijn voordeel, was het slachtoffer. Maar op een gegeven moment bleek dat zij had gelogen, dat het hoofd tussen de deur zat. En nu is iedereen boos op haar, heeft ze Robert gebeld. Robert, mag ik alsjeblieft mijn verhaal doen? En Robert laat zich daarvoor lenen. Maar het raar is... Ja, ik vind het een verschrikkelijk wijf. Dat vind ik. Terug naar dat audiofragment dat Yvonne vorige week op haar Instagram deelde. Ze vraagt daar, zit je hoofd nou tussen de deur? Wim zegt op dat moment ja. Jij gaat daar voor de rest niet op in. Waarom ontkracht je op dat moment niet wat Wim zegt? Waarom zit hij zo? Is heel simpel. Ik heb heel... Nou ja, laat ik het zo zeggen. Mag ik 1 seconde vragen wie Wim is? Ja, dat weet ik ook niet. Wim stond erachter toen ze aan bellen was. Ik was helemaal niet bezig met wat Wim aan het mompelen was in de woonkamer. Wie is Wim? Ja, ik was met Wim samen. Wim Jong? Nee, hij zat niet naast mij. Ik weet nog heel goed, toen ik Yvonne aan de telefoon had, stond ik aan de keukentafel. Wim Kief? Wim zat in de woonkamer op de bank. Wim Sonneveld? Wim kan. Nee, die kan goed, niet meer. Wim is gewoon een vriend van haar. Ja, welke Wim? Ja, Wim whatever. Welke Wim? Wim whatever, wat is dat voor rare ik naam? Ik vind dat we een uitzending over Wim moeten maken de volgende keer. Wim Weijers. Nou, dan komt er een en er staat dus een Wim achter, maar dat is best wel belangrijk wat ze hier zegt. Want ik vind het schandalig van haar naar haar ex. Want die Wim is dus een vriend van haar. Zij belt met Wim, bewust met Wim erbij. Ze kan ook wachten tot Wim weg is. Wim wegsturen. Ze belt, opluisteren. Wim weg. Ja, Wim is weg. Dat is een boekje van vroeger. Ken je dat nog? Nee, Wim weg. Nee, ja, dat was van het gouden boekje. En dat was dus Wim op zijn driewieltje. Ik lees alleen blauwe boekjes. Van etikettenboekjes? Ja. Nou, en daarom zit je dat de adel zat erin. Het blauwe boekje is het etikettenboekje. Mijn familie zat in het blauwe boekje. Het blauwe boekje is het etikettenboekje, niet het adelboekje. Absoluut niet. Waarschijnlijk is het ook een etikettenboekje. Maar het is ook een familiair boekje. Dat etikettenboekje heb je in ieder geval niet gelezen. Ongelooflijke boerenlul. Ik haat al die etiketten. Ja, dat is wel duidelijk. Maar jouw familie staat in het blauwe boekje? Ja, 100%. Wat was dat dan? Het VND-jaargids? Ja, nou, die was bruin, kan ik je vertellen. Gewoon maar met die grappen. Nee, de beste families maar een fout. Wim is weg. Wim is weg is een blauw boekje. Wim is weg. Goud boekje. En die had dus op een driewieler. En wat dacht je? Die was weg. Die ging dus fietsen. Wim is nooit teruggekomen.
Ja, maar uiteindelijk is hij gevonden. Oh. Dat loopt er goed af. Het is een kinderboekje. Oh, sorry. Maar dat doet er helemaal niet toe. We zijn al bezig met dit. Oh, ja, sorry. Ja. Doet er helemaal niet toe. Wim heeft... Wim, ik wil nou gewoon even vertellen. Als dat mag. Ja, maar ja. Wim is dus een vriend. Zij kiest er bewust voor dat Wim erbij is. En op dat moment roept Wim op de achtergrond samen met haar hoofd tussen de deur. Ja. Dat hoort zij wel. Tuurlijk. En zij profiteert daar gewoon van. En zij heeft nou, hoe lang heeft het geduurd? Een half jaar, drie kwart jaar. Is ze dus gezegd dat hij haar met het hoofd tussen de deur... Tuurlijk. Die vrouw, dat heb jij ooit onthutseld, was een hoer. In Ibiza of Dubai? Wat had je nou verteld? Ibiza boothoer. Daar kent ze de Jork van. En dus heeft hem altijd financieel gebruik van gemaakt. Oké, dat die man die vrouw met regelmaat in elkaar sloeg, dat is niet goed. Maar dat zij er daar niet bij weggaat. Dan kiest zij voor dat financiële gewin. Is haar kennelijk die klappen dat waard. Maar zij wist heel lang. Nee, maar dat werkt gewoon zo. Zij wist heel lang, als ik nu bij hem wegga, krijg ik geen stuiven. Want die lui waren niet getrouwd, niks. Kreeg ze hoog uit dat kind, maar verder niks. En ze had ook geen stuiven. Moest ze weer de prostitutie in. Op een gegeven moment en dacht zij, ah, nu heb ik eindelijk klappen gehad voor de deur. Ik heb het op beeld, ik kan nu weg, ik kan het hele land tegen hem keren, ik kan een rechtszaak starten en mogelijk met geld er van tussen gaan terwijl ik niet getrouwd ben. Nou, die achterlijke Wim zit erbij. Wim roept dat, zij hoort Wim? Dat. Wim, wie is Wim? Een vriend van haar. En die roept dat, zij profiteert ervan en zij geniet ervan dat heel de wereld denkt dat zij bijna vermoord is met de kop tussen de deur, terwijl ze niet tegen zat. Die vrouw was een hoer, zei jij, en nu is ze weer een hoer, want ze wil gewoon die poen. Die vrouw kan niks, ze heeft het gewoon financieel bedacht, maar anders was ze die 5 jaar eerder al weggegaan als ze elkaar is getrapt. Oké, maar ze het blijft toch zo dat ze mishandeld is door de vent 5 jaar lang. Dat is toch niet zo. Dat is toch niet. Nee, maar ik heb. Was niet heel leuk. Was het niet Wim toevallig? Nee, maar dat. Nee. Maar dat verschil is. Ik ben wel eens door een ex neergestoken met een schroevendraaier. Jij? Ja. Maar, en waar is hij erin gegaan, die schroevendraaier? Dat ga ik daar zo vertellen. Kunnen we laten zien? Ja, daar heb ik geen beelden van. Nee, maar kan je... Nee, die kunnen we wel maken nu, toch? Die was heel bot, die kwam niet ver. Maar laat me nou even... Nou, ik wil wel... Ik ga je dat vertellen, maar dan laat me nou eens even. Want het is zo'n belangrijk onderwerp... waarin we misselijke vrouwtjes als die vaas even op de plek kunnen zetten. Maar één momentje. En jullie gaan nou lul over... Was de kruiskop schroevendraaier of zo'n puntige? Nee, met één zo'n streepje. Oh, die zijn wel scherp. Ja, nou, dus ik ga... Zat hij er diep in? Mijn vader was aan het verbouwen, zij kwam terug van vakantie, ik kwam terug van vakantie. En ze zeiden de hele tijd, jij bent vreemd gegaan. En ik zei, nee. Oh, en toen zei, ja, maar dat ontken ik. Dan moet je direct dood. Oh, je mond. Oh. En toen heb ik dus gezegd... Meer. Dat kennen we nou wel. Heintje Davids. Ja. Maar goed, Heintje Davids? Nee. Wim is weg. Wim, kom ook Wim terug. Wim is weg, ja. Ja. En luister. Wim. Zij. Wim! Sorry. Zij komt dus binnen, ze vraagt, ben je vreemd gegaan? Ik zeg nee, ik zeg nog een keer nee. Ze gaan me door, ik zeg oké, ik ben vreemd gegaan. En toen zegt zij, ik ook! En toen zei ik, nou dat is fijn dat ik dat weet, want ik ben niet vreemd gegaan, wou van jouw gezeur af, maar nu ik dat weet, ga maar weg. Toen sloeg zij op tilt, pakte die schroevendraaier, mijn vader was aan het klussen en ik liep naar achter, de badkamer een opstapje, waardoor ik naar achter viel. En toen stak ze mij met dat ding meerdere keren hier. Jezus. Maar toen kon ik er ook van maken, toen dacht ik, nou ja, nu moet ik een goede set maken. Toen ben ik bebloed naar die ouders gereden om te laten zien hoe gek haar dochter was. Oh, niet naar het ziekenhuis. Nee, want zo erg was het allemaal niet. Ja, maar ik had in die tijd ook een fase kunnen doen. Zeggen, oh, ik ben in mijn hals gestoken en ik dacht dat ik dood ging, zus en zo. Maar dat doe ik dan ook niet. Het gaat erom dat die vrouw, die kiest daar bewust voor om dan de aandacht te krijgen, om achteraf met zoveel mogelijk geld. Ze heeft een rechtszaak aangespannen om een broodtrommel die ze terug wil, of een broodtoaster en allemaal onzin en klokjes die haar dan nog niet werden toegekend. De kandelaars, de kaarsen, de servetten, ja, de broodrooster. Allerlei bullshit. De pannenkoekenset. Zodat die vrouw maar zoveel mogelijk kreeg. En kijk, wat die man heeft gedaan, kan natuurlijk niet je vrouw in de kaars slaan. Maar zij heeft daar vies misbruik van gemaakt van dat moment. Floris, je zit de hele tijd met een fantastisch pleidooi. Dat vrouwen die in elkaar geslagen worden allemaal hoeren zijn. En jij zit daar dan doorheen te lullen. Ik word godverdomme als gast gevraagd. Ja. Voor de 10 miljoenste keer. Ja. Moet ik mijn bek houden dan de hele avond? Nee, maar ja, als ik niet verder kom dan heel hard Wim of te roepen of de boeren. Wim! Nou ja, goed. Jan, wil jij reageren? Op hem? Nee, op, nee. Nee, kijk, luister. Het punt is natuurlijk wel... zij heeft het expres zo gelaten dat haar hoofd geplet is tussen die deur. Precies. Dat doet ze om financieel gewin in ieder geval om dat kind bij hem weg te houden. Precies. 1000%. Precies. Dus daarin is het een beetje schofterig. Maar wat ik het meest schofterige vind, is dat zij... zij lekt dit als een handvat. Bewust. Bewust. En gaat dus in die bewuste lekken, laat ze ook bewust een fout zitten. Namelijk dat die mishandeling verder kwam dan dat het slaan en aan de haren trekken. Ja.
blijft als een paal boven water dat je met je poten van een wijf moet afblijven en niet in elkaar moet slaan. Maar ja, ik vind dat misschien een beetje raar, maar als jouw kerel je in elkaar slaat, dan pak je toch je koffers en ga je weg. Ja, maar dan krijgt ze geen stuiven meer. Dan snap ik wel. Dus ze wachten op dit moment. Maar ik vind dus dat, en dat ze dat vertelt ze in een hele interview, van ja, dan was ik weer in elkaar geslagen, maar ja, toen vergaf ik hem weer. En toen was ik weer in elkaar geslagen, toen zei ik, ach ja, dat kan gebeuren. Ja, waar loop je dan te zeiken? Ja. Je hebt een zoontje, Leo, die is nu 3. Dat zal hij niet weten. Wat heeft de situatie met hem gedaan? Ja. Ja. Wat heeft dat met hem gedaan? Ik hoop niet heel veel. Alleen Leo vertoont al vanaf jonge leeftijd best veel tekenen van een vorm van autisme. Oh. En dat weet eigenlijk helemaal niemand. Oh, nu wel. Ja, heel Nederland. Iedereen die het wil weten. Dus de zorgen die ik al heb als moeder over hem, die zijn al vrij hoog. Mag ik even pauzetje? Niet omdat ik het erg vind hè, dat hij een vorm van autisme heeft. Niet je wilt gewoon voor je kind het allerbeste. Ah, leuk. En je wilt dat het leven hem gewoon toelacht en dat het niet moeilijk gemaakt wordt. Dus als moeder zijn, dan maak ik me sowieso al heel erg zorgen over zijn... Jamie Vaas. Het gaat er dus over de situatie van nu. Dat het misschien wel niet zo leuk is voor Liootje. Je hoopt dat hij er niet echt heel veel van meekrijgt. In een zelf aangevraagd interview. In een zelf aangevraagd interview waar je ook vertelt dat hij autisme heeft. Dat heeft hij ook niet helemaal omgevraagd. Maar als jij het zo heel erg... met je kind begaan bent, ook omdat hij misschien wel een kleine lichte vorm van autisme heeft, wat ik eigenlijk nog nooit heb verteld. Waarom ben je toen in Ibiza helemaal in elkaar was geschopt in die slaapkamer, dat je bebloed beneden kwam met je kind om je arm? Waarom dacht je toen niet van, nou, misschien is het wel tijd om Leo te beschermen voor een agressieve doorgesnoven vader? Misschien moet ik dit even niet meer accepteren. En waarom heb je dan 2 dagen later een filmpje opgenomen? En wat Leo ook straks kan zien als hij lekker op zijn autistische schooltje zit. Waarin jij samen met papa zegt, niks aan het handje. Hè? Ja, wat een teringwijf ben je dan? Ja, maar... Steek het toch alsjeblieft op. Dat kind zit straks die zit als een soort Rayman alleen maar lucifertjes te tellen. No. En die zit op een gegeven moment ook, dan kijkt hij op YouTube. En dan zit hij 395, 396, 397. Zit hij op YouTube, zit hij zijn moeder die het voor hem op ging nemen van... Ja, het is eigenlijk niks gebeurd. Nee, eigenlijk niks gebeurd. Ze hebben een kamers gebeukt. Ja. Een teringmoeder is dat. Maar wat voor moeder ben je? Een teringmoeder. Als je kind 3 is en dan zomaar vertelt... Ja, Tio vertoont al heel lang tekenen van autisme. Ik zei vertellen. Als dat kind ooit later oud is, zit op school. Ja, je moeder zegt toen je 3 was, je autisme. Haha. Ik zou je vertellen, ik ken toevallig al persoonlijk iemand waarvan een moeder continu zei dat hij van allemaal van dingen mankeerde. En die is er niet helemaal lekker uitgekomen. Nou ja, waar ik wel. Nou ja. Mijn moeder deed dus dat ook telkens. Ja, Je bedoelt ook hem. Bedoel je hem? Oh ja, sorry. Ja. Het kwartje viel niet zo heel snel. Nee, dat komt niet bij voor jou. Wat ik even wel zeg, mijn moeder deed dat dus ook steeds. Maar waarom moet Jan, ik wil ijs. Ja, gaan lopen met een dikke lijf. Ja, je godvergeet de dikke zeug die je bent. En dan was er vorige week natuurlijk wat ophef over, maar ze zijn weer terug. Jouw rubriekje, Floris, jouw woordje. We gaan naar de... Commands! En dan nu, mensen, de commands. Come on, Saba. Kom. Met Wim. Oh, jij bent je... Schiet op. Inderdaad, weer de commands. En degene die toch het meest reageert in onze commands is terug. Is Floris Wouters. Jij hebt blauwe vingertjes, blauwe kleine vingertjes. Ja, dat komt van een blauw boekje wat ik steeds openmaken. Waar een nette familie in staat. Floris W. Je hebt weer Floris W. Ja, dat moet familie zijn. En Floris W. reageert en Danny Boy. Nou, dat is dan persoonlijk naar mij. Had je ook op de app kunnen sturen. Wij, echte mannen van Nederland, missen jouw visie op het relationele vlak. Oh. Wij willen geen middelmatige juice. We willen de mening van de echte Hollandse man. Kus van Floris, de echte, en ook van mama. Nou Floris, ik vind dat een super lieve command. Dit is Floris Wouters zijn, hè? Want ik heb nog nooit gereageerd op Roddenpraat. Dus ook deze keer niet. En ik ga dat speciaal voor jou doen. En dan is er ook nog een reactie over dit onderwerp. En Tja, die schrijft... Deze dame van lichte zeden is niet veel veranderd. Ze verkoopt zichzelf nu alleen nog voor meer euro's. Dat ben jij. Ja, dus dit was letterlijk wat jij hebt gezegd. Ja, maar ik ben het wel helemaal... Zitten jullie nou met z'n tweeën die commands voor te schrijven? Nee, ik ben het wel helemaal ermee in. Ik doe aangifte tegen jullie. Oh. Als je nog steeds van mijn naam gebruik blijft maken op je eigen site en daarmee reageert. Terwijl ik het goddomme niet ben.
Ja, dat zit wel diep. Wij zien de aangifte met vertrouwen tegemoet. Ja. Ons hele juridische team staat er klaar voor. Johan Pieters. Ja. En Bram, hey. Hoe heet die? Dirk? Die hebben we gezien in een filmpje net. Die juridische adviseur van jullie. Ik wens je er succes mee. Gaan we door, gaan we naar Pim Lammers. En tot deze week kennen u Pim Lammers niet, maar Pim Lammers is bekend, Floris, van... Kinderboekenweekgeschenkgedicht. Ja. Zoiets. Je hebt dat is goed genoeg. Ja, je hebt dat mooi voorgelezen. Inderdaad, Pim Lammers zou een gedicht schrijven voor de Kinderboekenweek, totdat helden als Monique Smit en... Jantje Smit. Kim Veenstra. Oh, Kim! Kinderboekenweek gedicht! Ik kan niet verstaan! Maar wel lezen! Ja, wat dat betreft snap je Kim's affiniteit met de Kinderboekenweek wel. Ja, natuurlijk. Die kan wel met kinderen in gesprek gaan, maar dan zit ze... Ja. Dus, maar, even terugkomen op... Wat? Dit kan toch niet? Wat kan niet? Dat kan je dat niet maken. Oh, weet je wat er wel nu op dit moment gebeurt? Er loopt bloed uit je lip. Wat heb je gedaan? Heb je gekrapt? Er loopt bloed uit je lip. Oeh. Oh, jezus. Oh, Floor. Oh, dat is niet goed hoor. Grapje. Nou, oké. Voor het kinderboek... Dit ga je eruit, volgens mij. Ja. Voor het Kinderboekenweek geschenk, gedicht, weet ik veel, gedichtige gebundel. Er werden meerdere mensen gevraagd. Ja, zo maar met je gelul er nee, zolang je dat blijft zeggen, blijf ik continu aan lullen. Werd Pim Lammers uitgenodigd. Wie is Pim Lammers? I don't know. Niemand kent Pim Lammers. Pim Lammers is een schrijver van 29, wat dan ook. Maar wat is nou met Pim Lammers aan de hand? Ja, Pim Lammers is van Potenstein. Ja, dat kan. Dat kan. Ook homo's kunnen gedichten schrijven, zeg je altijd maar. Zo is het toch? Heb jij ons een gedicht geschreven? Pim is lam. Huh? Pim is lam. Mers. Wat is dit? Jezus, niet meer doen. Kut. Wat ben ik nou van nichten die gedichten schrijven? Hey, een nicht met een gedicht, rot op hè. Dat is je eerste gedicht dan. Nee. Wacht even, hou je nou alsjeblieft je mond houden. Autobiografisch. Man, houd er eens op met je gelul over die nichten steeds. Ik ben zelf helemaal geen nicht. Wat een gaar gek. Idiotig. Zou je dat erg vinden als je dat zou zijn? Nee. Oké. Nee. Mooi. Kijk naar jou toch? Dus het is geen kunnen we even naar een serieus onderwerp? Nou. Dus er zijn meerdere schrijvers gevraagd voor het Kinderboekenweek geschenkgedichtgebundel. Enfin, waaronder Pim Lammers. Pim Lammers is van Potenstein, vinden we het erg? Nee, waar het niet dat Pim Lammers af en toe wat pornografische verhalen schrijft. Bijvoorbeeld over piemels. Piemels likken. Ja, dat vind ik dan leuk om over te schrijven. Mag, hè? Iedereen schrijft wel eens een verhaal. Maar nu is hij gevraagd voor het Kinderboekenweekgeschenk. En is er een verhaal van hem naar buiten gekomen waarin dus hij seks beschrijft tussen een voetbaltrainer en een jongetje van 12. Ja, dat is gewoon pedo. Dat is pedoseks. Dus daar schrijft hij een soort half erotisch verhaal over. Ja, en dat is dan wel weer een beetje gek. Niet voor een Kinderweekboekgeschenk dat iemand die pedoseks romantiseert dat gaat doen. De trainer schrikt niet, trekt zijn hand ook niet terug, maar maakt van deze zachte knip een ritmisch... Maar maakt van deze zachte knip een ritmisch bewegen. Een warm gevoel trekt kruipend door Jaspers lichaam. De vinger verdwijnt verkennend onder de onderbroekrand. De vingers strelen de huid onder de stof. Langzaam voelen ze aan de haartjes op Jaspers onderbuik. Er gebeurt hier iets, Floris? Nee. Maar staan, als denk je de mensen ook dat echt zeggen. Goh, je hoeft niet mijn naam nu ook in deze wereld te noemen. Dan slaat het helemaal nergens op. Omdat jij nou hier hebt Pim met het pedo-gedicht. Kamijne heeft een nicht met het pedo-gedicht. Heb ik het opeens gedaan weer. Rot op. Dan gaan die mogolen verhalen. Randerbiel echt. Echt, maar Emma, mijn punt is gewoon als vol. Maar Pim, dus er was heel veel ophef dat mensen zeiden... Wij vinden het een beetje raar dat iemand die pedo-verhalen schrijft... en die daar een soort half erotische dingen bundel van maakt... gevraagd over het Kinderboekenweek geschenk. Want kinderen vinden meestal niet lekker om door een oude man verkracht te worden. Enfin, maar Pim is nu boos. Die heeft zich teruggetrokken. Ja. En zeg maar de mensen van de Kinderboekenweek... die vinden het heel erg dat hij zich heeft teruggetrokken. Wat ook een beetje raar is niet... Je kan ook zeggen, oh shit, we hadden iemand die pedoseks ophemelt hebben gevraagd. Foutje. Nee, die vinden het ook heel gek. En het is nu zelfs zo erg, dat toen bekend Links Nederland. Want Links Nederland die vindt pedoseks eigenlijk nooit echt een groot probleem. Ja, dat is echt zo. Al die linkse partijen hadden vroeger gewoon een pedo-chapter. Weet je, Ed Nijpels van de VVD?
Die heeft gewoon in de Tweede Kamer toen zat, heeft hij gezegd dat, dat seks met kinderen van 12 moet kunnen. Maar de VVD is toch niet zo links? Dat is niet links, hè? Nou, tegenwoordig is dat knipper links. Maar bij GroenLinks hadden ze gewoon een pedo-chapter. Dat is gewoon heel normaal. Mark Rutte zegt, het vrije woord is een groot goed in onze rechtsstaat. Alleen de rechter stelt grenzen door bedreigingen zijn onaanvaardbaar. Ja, dat die vent met dat is interessant, hè, Jan? Wat je daar leest. Doodbedreigingen zijn onaanvaardbaar. Dat doe jij dus ook naar bijvoorbeeld een presentator van mijn programma. Hoeft niet meer. Bedankt daarvoor. Laten gaan, toeledokie. Dan was het 1 februari natuurlijk een heugelijke dag. Het was de nationale, nee, wat zeg ik, wereld hijabdag. Wat is dat? Een hijab. Het eten? Wat is een hijab, Jan? Dat is een hoofddoekje, toch? Ja. Oh, sorry. Ik dacht dat dat zwarma was. Weer... islamofoob. Dan krijg ik weer met zo'n islamofoob. Mogen toch ook over islam een klein grapje Nee, als jij met je hoofd naar voren van een flatgebouw geflikt wil, dan moet je lekker doorgaan, vriend. Ik neem het dan bij deze terug, want ik zoek geen ellende. Nou, bied mij je excuses aan. Ik bied mijn excuses aan. Tot wie richt je? Dan moet je eerst zeggen wie richt. Tot het volk in de meest brede zin van het woord. Oké. Jij mocht niet zeggen dat een hijab een vorm van... Funix viert hijabdag. Dat is de titel. Ga daar maar mee verder. Oké, ja, helemaal inderdaad. Ja. En bij de NPO werd dat gevierd. Dus ik vroeg me af... nou ja, jij hebt dat waarschijnlijk gevierd met een broodje shawarma. Hoe heb jij dat gevierd, Jan? Weet je wat ik zo hysterisch vind? Bij de hele NPO zie je continu programma's van... Oh, erg hè, die vrouwen in Iran die worden dan vermoord omdat ze geen doek op hun hoofd dragen. Maar we vieren hier continu het dragen van een doek. We zeggen, oh, zo leuk hè, lekker een doek op je hoofd. Oh, dat is zo leuk. Leuk! Dat is normaal, man. Oh, sorry. Nee, maar dat vind je grappig. Dus dan zet je de NPO aan en zeggen ze... Laat Eva Jinek en allemaal... Hou je kop eens. Die knipt allemaal een stuk haar van haar af. Want kijk, ik knip er zijn haar af. Want in Iran moeten vrouwen een hoofddoek dragen. En toen, weet je, mevrouw Meijland daar zat. Die zei van, nou, zo'n hoofddoek dragen, dat is toch ook onderdrukkend. Zei Jinek, oh, dat kan je niet maken. Want dat is heel erg. En waarom moeten wij hoofddoekdag vieren in Nederland? Flikker op met je hoofddoeken bij. Ik heb een schurfhekel aan hoofddoeken. Ik vind hoofddoeken onderdrukking. Ik vind het walgelijk en vervelend. Ja, maar toch heb ik wel... Ik maak me geen zorgen meer over mijn uitspraak. Nee, ja. Als ik het zo hoor hier. Nee, ja, nee, maar toch heb ik wel... Ik heb altijd, zeg maar, bepaalde dingen een kick die wil een keer meemaken. Ik zou een keer een nachtje willen doorbrengen met een vrouw met een hoofddoek. Dat ze die ook ophoudt. Ja, maar die zijn altijd heel moeilijk, hè? En dan vrouwtjes. De rest niks aan verder? Nee, ja, nou, die zijn vaak best wel islamitisch. Dus die, ja. Die vinden jou al überhaupt haram. Ja. En die vinden seks voor het huwelijk haram. Maar, en die vinden jou, omdat je niet moslim bent, haram. Dus de kans is er niet. Het voordeel er wel van is dat ze met heel veel gemak zo dat zaad uit de mondhoeken kunnen vegen. je bedoelt aan het doekje? Ja, dus zo. Oh god. Ja. Nee, maar is dit niet handig? Nee, ja, maar het lijkt mij gewoon een keer opwindend. Gewoon een keer, ja, zo'n vrouw met zo'n doekje. Lijkt jou dat niet wat? Nee, dat het werkt niet. Maar ik val niet op mensen met snorren. Ik gooi er nu alles maar uit, mijn toffe moord. Ja. En ze schijnen altijd ontzettend hoeveel woestijnzand in hun kut. Of je gaat dood aan een longontsteking of je wordt vermoord vanmiddag. Ja, maakt me allemaal niet meer uit. Je hebt nog 24 uur. Ja. Er is een command. We gaan naar de commands. En wie heeft er nou een command geschreven? Ja, we gaan inderdaad eerst even aankondigen. We gaan naar de... Command! De Mogolietjes. En dan nu mensen, de commands. Come on, Saba. Hou op over Mongolen. Mensen met het syndroom van Down. Oh, ja. We hebben mails gekregen dat we niet dat over Mongolen mogen hebben. Want die mensen, ja, die hebben ook een leven. Ja. Ik vind dat Mongolen hele leuke mensen. Oh, je vindt Mongolen leuke mensen? Dan moet je ze zijn hartstikke gelukkige, leuke mensen met heel veel humor. Oh, ze zijn zo gelukkig dat ze zo uit hun ogen kijken. En ook die kunnen tegen een grapje. Hey, zo'n dikke tong in je waffel. En je werk is dan, van die wasknijpers in elkaar draaien. Oh, wat zijn die gelukkig, zeg. Nou joh, Jan, zie het allemaal. De hele dag loopt die pijl zo uit je bek op je shirt. Zie het allemaal niet zo zwaar, Jan. Neem een borrel. Ja, hartstikke goed. Nou, dan zijn we inderdaad bij de commands aangekomen. Ja, en wie reageert daar? Nou, dit ben jij wel. Ja, dit ben jij wel. Ja. Is jouw naam met een Y? Ja. Jullie hebben ook dit account weer zelf aangemaakt en toevallig goed geschreven. Ik zal even oplezen wat ik zelf heb gecommand. Altijd handig, een poetsdoek na het sableren. Dat kun je echt niet maken. Ja, die vind ik dus echt... Dat kan je echt niet maken. Ik denk dat die mensen de humor ook nog wel kunnen inzien. Dat denk ik niet. Ja, ik
vond hem echt leuk. Ik vind hem grappig. Vond jij dit ook leuk? Ik vind dat jij hem goed hebt verzonnen, want Jan heeft hem duidelijk niet verzonnen. We gaan verder en we gaan door naar een rubriekje. Ja, ja. Lang niet besproken, lang niet gehoord. Nee. Komt-ie. Ouderwets, zoals men het wil. De commands. Nee. Oh. Nicky. Nee. Transformer. Transformers. Ja, en dan zijn we dan weer. Want het gaat inderdaad over Mickey Tutorials. Ach nee. Ja, dat is inderdaad, mensen, nu zal ik het maar eerlijk bekennen. Ik hoef niet meer te loeken, want ik heb er gevonden. Hij vangt er. Nicky, een gebouw. Ja. Ja, ik heb een gebouw. Ja, het is geen villa, maar een gebouw. Ja, dat klopt. Dat zou raken. Maar wat is er met Nicky Tutorials, beste Dan? Ja, Nicky Tutorials schijnt heel erg onvriendelijk om te gaan met kinderen. Oh. Ja, en dan niet zoals die man die dat gedicht schreef voor de kinderboekenweek. Nou, die ging best vriendelijk om. Ja, nee, ja. Dat ik echt... denk dat Nicky niet in die broekjes zit te kriebelen. Nee. Ik ken iemand anders waar DNA-sporen van in de onderbroekjes zijn gevonden. Maar daar mag ik geen grapjes meer over maken. Klopt. Ja, nee, ja. Nee, doe het maar niet meer. Nee, echt niet? Jezus Christus. Nicky Tutorials heeft sinds een tijdje een eigen kinderprogramma bij Zep. En schijnt niet aardig te zijn geweest tegen deelnemende kinderen. Mag ik even wat vragen? Nu we zijn vrouwenvriendelijk. Jij bent heel erg anti-Marokkanen en anti-islam geweest. Ik wil hier nog een schepje bij doen, richting transfobie. Oh, mooi. Waarom moet een omgebouwde van 2,15 meter een kinderprogramma doen? Waarom moet dat? Ja, waarom niet? Ja, omdat... Bij mijn lagere school van mijn kinderen werden transseksueel ook helemaal opgehemeld van dat het het meest fantastisch is van de wereld. Ja. Je mensen zijn in de war. Terwijl ik gewoon, toen ik op de lagere school zat, was dat nog gewoon vies. Ja, tijden kunnen snel gaan. Ja, niet vies, maar die mensen waren in de war. Nu zijn de helden. In mijn tijd was het gewoon smerig. Kon het nog niet en bestond het nog niet. Nee, maar dat komt ook omdat jij natuurlijk in Twente op school hebt gezeten. Ja, dat is wel het verschil. Toen jij op de lagere school zat, toen werd het toen over transfobie. Daar ging het helemaal niet over. Want dat was, zoals het ook is, dat is een modeverschijnsel. En zo'n promilage van de wereldbevolking heeft er last van. En daar een promilage daarvan laat zich verbouwen. Dus het is een foutje van de natuur. Maar dat komt bijna niet voor. Dus het ging er niet over. Tegenwoordig heeft iedereen de bek vol over wie, behalve die bekende transseksuelen die de hele dag door de media wordt gepusht. Ken jij een persoonlijke transseksueel? Nee, ik niet. Persoonlijk. Ja. Hij is een transseksueel. Hij heeft een kop als een bordeel. En s'nachts na 4:30 is het een omgebouwd wijf. Zo gaat het tekst niet. Dat nummer niet, nee. Ja, zo gaat het tekst niet. Oh. Hij is een transseksueel. Hij werkt in een bordeel. Vosmorgens 9:00 to 5:00 is het een omgebouwd wijf. Dat draaiden wij vroeger gewoon in de kroeg. Ja, zie je. Dat was leuk. We werden het wel een beetje mee geconfronteerd in onze tijd. Ja, maar dat was dus grappig. En als je dat nu doet, dan word je gecanceld. Word je aan de hoogste. Maar daar gaat het nog even niet over. Oh. De vraag is alleen, waarom moeten ze zo'n rare omgebouwd ding bij kinderen... Ja, waarom niet? Ja, ik vind het ook hoor, waarom niet? Het moet allemaal kunnen. Ga door. Volgens de bronnen moeten de kinderen al vroeg in de ochtend aanwezig zijn bij de opnames en komt Nicky Tutorials 10 minuten van tevoren aankakken. Ze is daarbij niet vriendelijk tegen de kinderen, alleen wanneer de camera's draaien. Als de opnames erop zitten, is Nicky Tutorials ook meteen weer weg zonder belangstelling te tonen in de kinderen. Wat een klootzak. Ja. Afgelopen zaterdag bij de Zep Awards mochten de kinderen niet tegen haar praten. Ze heeft ze ook geen gedag gezegd. Het gaat hier om jonge kinderen die erg tegen Nicky Tutorials opkijken. Volgens onze bron krijgen de kinderen vooraf ook instructies van de PA van Nicky hoe ze zich tegenover haar moeten gedragen. Ja, ik kan hier alleen maar hele nare dingen over zeggen. Ja, dat mag. Ja? Ja. Kijk, die Nicky, dat was een beetje een lelijke, dikke vrouw die goed kon opmaken. Nou, toen kwam er naar buiten dat het eigenlijk een keeltje was geweest. Ja. En toen werd ze echt beroemd. Toen werd ze echt beroemd. Want goh, wat ben je fantastisch als je lul eraf laat hakken. Je noemt jezelf Anja. Oh, dus Nicky had een pikkie. Och, dat heb ik ooit gezegd. Echt? Echt? 3 jaar geleden. Oh, dat wist ik echt niet. Nee, maar dat heeft een gezeik opgeleverd. Oh, jezus. Was dezelfde uitzending. Knip even eruit. Dan had ik het over die goedkope Chineesjes vanwege de coronacrisis. Ja, want Nicky wou zijn kinderen en toen zei jij... Dat die Chineesjes in aanbieding waren vanwege de corona. Ja.
Goed. Ja, dat kan echt niet. Ja. Nou ja, je begint er zo met Nicky hadden pikkie, dat kan toch ook niet? Ja. Nou, Nicky, ja. Maar Nicky wou zelf kinderen op aarde zetten. Jan zei dat dat niet kon en dat was het fout. Nee, dat kan ook niet. Want... Die zat op sterk water op de schoorsteen. Nou, die heeft geen baarmoeder. Die heeft, een opgeknipte balzak in de broek zitten. Gaat het even niet over. Het punt gaat over het volgende. Nicky is er omhoog gevallen YouTube-meisje. Wat een jongetje bleek te zijn. En die denkt nu dat ze een wereldster is. En de kindjes kunnen de tering van haar genieten. Maar weet je wat je dan bent? Een klootzak. Ja, en hier komt de tekst die de kinderen dan meekregen van de PA van Nicky. Stil zijn als zij de ruimte binnenkomt. Haar laten uitpraten. Haar buiten de camera's om absoluut niet aanspreken. Er mogen geen foto's van haar gemaakt worden. En er mag niet naar haar gewezen worden. Het is toch niet te geloven? Wie denkt die hok wel dat het is, joh? Het is godverdomme Michael Jackson niet. Wat is dit nou? Wat is dit nou? Ja. Halve dier. Rot nou eens even lekker op. Slecht afgesmierd. Ga verder met die regels, dat is interessant. Ja, dat is toch niet normaal, man. Stil zijn als er de ruimte binnenkomt. Is het Jezus Christus of zo? Ja, omgebouwde bouwwerk. En het rare was, zij werd ooit geïnterviewd door die Ellen DeGrees. En toen heeft ze zelf geklaagd dat die Ellen niet aardig was. Ellen DeGrees? Ja, dat was een vrouw met een kort pittig kapsel uit Amerika. Ellen DeGeneres bedoelt hij weer. Ze zegt DeGrees. Ja. DeGrees is van... Olivia Jones en John Travolta. Ja. Oh, van Tristan. Ja. DeGrees. Nee, ja, goed. Ellen DeGeneres dinges. Ellen ja, nee, toen was het... die is niet aardig. Ellen DeGrees. Maar maar dat is ook zo. Ja. Maar dan moet je horen. Ze mogen niet naar me wijzen. Kinderen mogen niet naar me wijzen. Wie denk je dat jij bent, joh? Maar goed, we hebben natuurlijk wel meer mensen die reageren op Nicky. En dus gaan we naar de... Commandines. Wat is dit? En dan nu mensen, de commands. Come on, Saba. Kom. Want ze zijn weer helemaal back on track. Mensen worden daar warm en energiek van. En ze zijn deze week best leuk. Wie? De commands. Ja, de verzonde commands. Die dat iemand schrijft. En wie reageert? Floris Weijers. Ja. En Floris... Helemaal niet waar, makker Borsato. Maak je ervan hier. Maar rot op met mij alsjeblieft. Ik ga weg. En Floris... Nee. Floris. Floris Weijers. En ik vind hem... toch wel. Ik vind hem echt leuk. Binnenkort, wat dit programma... Ik kan niet praten mee. Binnenkort wordt dit programma vervangen door mijn sabrage show, waarin ik kinderen leer sabreren. Dat zou ik echt serieus heel leuk vinden. Ja, dat is wel levensgevaarlijk. Dan, als je niet goed mikt, dan heb je die hoofdjes liggen op de grond. Voor mij ben jij wel een kindervriend. Ja, doe even. Ik heb hier geen zin in rare praatjes. Ik vind het fantastisch met kinderen gekkigheid. Maar normaal, hè? Normaal, hè? Je zegt geen rare praatjes. Ik vind het fantastisch. Hij moet nu ook weer Floris, ik bedoel... Je kan een beetje respect nog voor je gasten. Hallo, Floortje. Florie, ik zei alleen maar, ik denk dat jij een echte kindervriend bent. Ja, jij maakt zelf dat klinkt niet... uit jouw mond heel naar. Ik zweer het je. Echt waar. Dat klinkt naar. Uit jouw gebaar. We gaan naar de Sims. Ja, nee, we hebben nog een transgekte gerakt. Want ik kan niet meer. Ik moet naar huis gereden worden. Joh. Rij jij mee naar huis zo? We hebben nog één andere command. En die is van... Kleine handjes, dat wil je eens zien. Ja, jullie hebben allebei kleine handjes. Jullie allebei. Harde Viking. Marco Borsato, die reageert ook. Yo. En die zegt, ja, ik had wel altijd alle aandacht voor de kinderen na de show. Maar dan is het ook weer niet goed. Wat willen ze nu? Dat kan niet. Dit is kut. Nu heb ik hard gelachen op een command. Ja. Ah, dat gaat wel een verhaal. Ja. Smerig. Ja, nee, dat vind ik wel mooi. Ja, die was grappig. Jij lacht nu op een command. Ja, het gebeurde. Ja. Hardop zelfs. Dan gaan we naar Balsi. Oh god, wie is dat? Nee, dat is... Even snoeiharde reclame voor een goede zaak. Jan, ze hebben wel gevraagd. Ja, zeker voor de goede zaak. Je eigen zaakje namelijk. Ja, dat donateurschap weg. Hè? Bent u nog geen donateur en wilt u Jan en Dennis doen dingen ontvangen in de mail? Zondag krijgt u hem in de mail en donderdag de extra uitzending. Voor slechts €5 de maand helpt u ons, helpt u Floris en vooral ons. Oh, mag ik even daarop interruperen? Nee, jij krijgt Hoe help je mij? Nou, we hebben een masker voor je moeten kopen, fles wijn, ijsblokjes. Dat had je helemaal niet voor ijzen, joh, Beyoncé. Ik ben sprakeloos. En die Korslip stickers hebben we ook vergoed.
Grapje. Dat is echt heel zielig. Dit. Nee, grapje. Balsie. Daar spreek je af dat je niks zegt erover. Bij Balsie hebben we alles wat mannen nodig hebben om weer fris voor de dag te komen. Lekker ruiken. De haartjes op het lichaam. Maak je zo in orde en zo maak je je wederhelft blij. Hè? Je kent natuurlijk ook de trimmer en ook het neusding van Balsie. Wat ben je nou aan? Oh, heerlijk. Dat verschrikkelijk. Oh. Natuurlijk, de manmoer. Moer. Moer, daar heb je de manmoer weer. Meer dan 200.000 al verkocht in Europa. En de nieuwe Body & Balls Collection. Met daarin 3 unieke zeepjes voor je Body & Balls. Je scoort alle sets vanaf €25. Dat is niet veel. En omdat Valentijnsdag eraan komt, hebben we een toffe sale gelanceerd. Salé. We hebben alle prijzen. Salé en sale. Op de website al verlaagd. En speciaal voor Rollenpraatkijkers plakken we daar nog eens 15% extra korting bovenop. Gebruik de code Rollenpraat15 en pak die extra korting op balsie.nl. Kijkt er nog iemand, denk je nu? Ja, dat weet ik niet. Godvergeten. Nou ja, we moesten toch reclame. We proberen ook een paar centjes te verdienen, ja, in de paardenlul. Precies. We hebben niet allemaal rijke moeder. Nee, nee. Daar is niks aan gelogen. Precies. Ben je nog op zoek naar een fiets? Nou, als John elektrisch heeft, maar de allerduurste, de allermooiste in het goud, dan wel. Ja, zeg je heel hard, Boval Ouwelingen. Krijg je erin. Wie? Balzak van Ouwelingen? Dit gaat. Echt? Profile Ouwelingen. Oh, Profile Ouwelingen. In Huissen. In Huissen, bij Arnhem, u kent het wel. Ja, ja, ja. En daar hebben ze een goedkope fiets, een middelmatige fiets, een topfiets en een zeer luxe fiets. Daar hou ik namelijk van. En als ik het nog 5 keer zeg, dan krijg ik 5 fietsen, geloof ik. Dus ik zeg het nog een keer. Nee, geintje. Je moet naar Huissen voor een goede fiets, maar jij moet Huissen. Het nog even beter uitleggen. Oh, Huissen, ja, maar ik praat geen Arnhems. En je kan, in die fiets kan je op je dikke buik van je schrijven, want het was walgelijk wat je deed. Oh, nou, walgelijk, man. Hallo, hallo. I'm looking for my wife! Zo, maar wat mee. En dat is een prachtig einde van deze show, denk ik zo. Zeker. Floris, bedankt dat je er was. Het was een hele enerverende uitzending. Je kwam het lag al langer dan wij, alsof het niet gekomen. Jan, bedankt ervoor. Binnen. Maar nu gaan we weer als vrienden uit elkaar. Dames en heren, jongens en meisjes, we zien u heel graag terug bij De Extra. En Jan en Dennis doen dingen. Jij vond het prachtig, ik schaam me. En jij zei... Ga ik zo en vele doen. Anderen ook. Dus die is voor de mensen die zondag dit programma in de lucht houden. Krijgen dan ook zondag nog een extra mail. Met daarin de resterende 4 Jan en Dennis doen dingen. Dus als jij nog niet een donateur bent, word dan snel op rollenpraat.bankbeek.org. Dan krijg je hem zondag nog in je doosje. En wellicht vindt u deze prachtige trui niet gesigneerd, maar bezweet door Ome Floor. En allemaal naar Pure Luxe abonnee worden op YouTube. Wat? Reclame. Dus je bent bijna niet meer te verstaan. Ah joh, maak het. Santé! Jij rijdt me naar huis.